Yo, hi guys, welkom bij weer een nieuwe video. Oké, het is nu vrijdagochtend. En wat is het vandaag? Laura is jarig. Dus wat gaan we doen? Laura weet van niks. Ik heb vanmorgen 2 klantjes gehad. Ik ga nu alleen naar de Rozengracht. Dat is vlak bij mijn werk in de buurt. Daar is een ballonzaak. En daar ga ik even lekker heliumballonnen laten opblazen. Want het kind is jarig en dan kan ze het krijgen ook. Dus, ik denk dat ik gewoon even, ja, weet nog niet wat, maar ik ga het zo meteen even uitzoeken. En dan word ik opgehaald door Funda. En dan gaan we samen nog een taart halen, wat ze ook niet weet. Dan gaan we heel lief nog wat opschrijven. En ja, dan gaan we er verrassen straks. De ouders, die komen dus ook vanavond naar die show van Luca. Maar zij weet natuurlijk niet dat dat doorgaat. Zij denkt dat dat dus niet doorgaat vanavond. Wat leuk is, die zijn er vanmiddag ook al om 3 uur en die gaan gewoon mee en alles is geregeld. Dus het wordt een leuke dag. But I'm a little bit, again, in a hurry. Ballonnenwinkel aan de Rozengracht. Gelukkig heb je keuze uit ongeveer 300 verschillende soorten. Nou komt er weer mijn karaktereigenschap naar boven dat ik weer eens niet zo goed ben in keuzes maken. Geen idee. Ik ga eens even een rondje kijken. Nou, daar gaan ze. Oké, ik heb gekozen voor, wat is het? Crème wit eigenlijk? Een soort van lila met een glansje. Wit, metallic en... Oh, ja, metallic, ja. Nou, dat is een goede combinatie, dit. Oké, dan. Oké, wij zijn zo excited, want Laura is eigenlijk best wel een soort van emotioneel. Ook om haar huisje verlaten. Gisteren heeft Funda ook met Laura gebeld, precies om 12 uur. Toen was ze ook nog niet helemaal happy, want zij zat eigenlijk alleen thuis te editen en Rijn en ik waren op en neer aan het rijden. Maar de ballonnen zijn er, de oh ja jongens. Die krijgt ze straks op de pan en we gaan nu eerst een taart halen. Oh, wij zijn helemaal excited. Party! Ja, echt. Het Rokan, we hebben hier de 3 graafjes. Waar zit het nou? Ik liep er net langs. Oh, daar zit het. Maar we zijn zeg maar nu een half uur, nou een half uur. We zijn 20 minuutjes te laat, want nou, zoals je ziet, Amsterdam zit natuurlijk helemaal dicht. Goed, eerst even de taart fixen. Yes, sir. 3 keer raden wat erop staat. Juju 31. Topper, inpakken en wegwezen. Ik ben een beetje in shock over de locatie. Want het is echt trivial. Cucina Italiana, zie je? Kijk, het is echt hier heel mooi, zeg maar gewoon, maar aan het water. Die zin klopt niet. Het is hier heel mooi aan het water, zoals jullie zien. En binnen is het echt super chic en netjes. Dus we gaan echt de ballonnen neerhangen. En dat mag gewoon. En we gaan de stoelen versieren. En we gaan het even helemaal gezellig maken. Top dit. Lukt het, schat? Ja hoor. De voorbereidingen worden getroffen. De slingers hangen om de lamp. De ballonnen hangen tegen het plafond. Die om de stoelen. En dit gaat natuurlijk in de taart, want jarig is ze. En ze zal het weten ook. Oh ja, hallo. En die kan niet ontbreken natuurlijk. Daar is de moeder, met camera en vaders. Wat zijn we aan het doen? In het hoekje? Mijn dia's mooi maken. Okay. Nou, ze kunnen elk moment komen, de tafel wordt hier perfect verzorgd. Foen doet nog even de happy birthday. Oh, kan je dat in je broekzak doen? Dat is heel eng, serieus. Zie je, daar ging het al bijna mis. Maar dit is al lekker! Je hebt hier een treetje, stop. Kan ik wel naar de grond kijken, mag dat? Nee, nee, kom maar. Eén treetje. Hallo.
Hi, Lizzy. Happy birthday! Hi, schat. En de champagne wordt ingeschonken. Hey, Rayas. Hey, jongen. Zinnetje van me. Voor jou. Volgens mij is het geslaagd, jongens. Eén grote verrassing. Ik had het gewoon niet verwacht. Ik had mijn vader vanochtend nog aan de lijn. Fredje zou werken tot 5 uur. Voenie had ik gisteren nog aan de lijn. Zegt ze, ja, we gaan binnenkort wel een hapje eten. Oh, ik had wel een vermoeden dat we ergens gingen eten. Maar ik had nooit verwacht dat jullie er zouden zijn. Surprise. Jij kan ook goed acteren, hoor. Mevrouw. Oh. Ja, ik voel me en dan op een of ander mooi locatietje, want wij denken dat het wel leuk is. Het ziet echt heel mooi. Ik heb Luca natuurlijk ook nog nooit gezien. Ja? Dat is schattig met een face. Ja, dit is jouw bij de hele. Ja. Gisteren. Onder andere. Ja, ja. Ik kwam helemaal in paniek in mijn tas. Ja, ik heb de facebullen, maar ik kan ze natuurlijk niet mee. Die moet jij meenemen. Voor jullie tweeën. Wat leuk! In een kusterboek. Voor Ismaël. Maar dat wil jij. Ik kan liegen. Dan kom je op ideeën. Ja. Laura gaat nu opmaken, jongens. Dat is belangrijk. Dat komt mee. Er zitten hele kleine dingen erin. Met zo'n klein cadeautje. Oh, supermooi. Dan maken wij ook zin. Een hele mooie ding. Wow. Een black diamond. Jongens, we hebben het eten gekregen. Een risotto met truffel. En wat heb jij? Ik heb lekker gesteld. Het ziet er echt lekker uit. Rayas heeft heerlijk een pasta bolognese. Ik heb kreeftjes. Jij hebt van de langoustine. Daar mag je gewoon kaas aan. Maar je voelt hoe dun deze is. Lau, ga je ook aan de truffel? Ik ga aan de truffel. En smakelijk. Ja. Dit is smakelijk voor. Dank je, my dear. Kan dit zo maken? Ja, waarom doe je dat? Oh, hier, ja. Met links. Klopt, kaas. Nee, je moet snijden, je moet niet hakken. Maar dat gaat prima. Oeh, hij valt op. Oh my god, red velvet. En wat staat er natuurlijk op die taart? Wow. Papa, deze is zo lekker. Ik neem ook gewoon mee, want dit is te lekker. Juju, 31. Juju. 31. 31. En daar gaan we. Daar staat ze hoor. Jij? Durf je eentje? Dan gaan we vader ik durf wel eentje. De operatie is weer bezig. Papa, ik wil ook een foto. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit is natuurlijk ook wel weer echt de meest geweldige. Papa, ik hou. Ik niet zo over. De meest geweldige locatie. Daar gaan we maar bij staan. Ah, jee. Heel mooi hoor hier. La paparazzi. Ja, het is heel mooi. Juist, die is mooi. Jij hebt de uitreikkaart toch? Ik heb de uitreikkaart. In mijn boezem. In de boezem, hij. In de boezem. Boezka. Hey, heb jij mij gewoon erin geluisterd vandaag? Voor jullie is het lang geleden, ja. Ik heb je er zwaar ingeluisterd. Hoi. Zwaar. Wow, yo! Ik knal me bijna onderuit. Wij zijn inmiddels aangekomen bij de studio. Dan 3 auto's zijn we hier naartoe gegaan. Dag liefste. Ja, die gaan hartstikke goed. En we gaan Luca representen. Oh, hij gaat het zo goed doen. Ik weet het 100% zeker. Wij zijn binnen. Maar vraag me niet hoe. Het is tegenwoordig nog best wel een gedoe om gewoon rustig een soort van naar je plek te gaan. Maar meer door de security. En stress, je moet er nu hierheen, en blauw moet daarheen, je moet de tassen leveren. Oké. Lau, ja? Waar is je tasje? Ik heb mijn tas verstopt. Onder mijn jaszak. Want kijk, niemand niet ziet. Je gaat de tas niet inleveren. En ik ga hem ook niet in niemand. Ik zou hem gewoon niet onder mijn stoel neerleggen. Mevrouw, wat heeft hij op je rug? Ja, echt hint. Ze zijn wel een beetje soort van. Ze hebben een beetje dat je denkt. Maar waarom? Hoe is het verder? Ik ben gewoon jarig. Oh ja, dat is waar ook. Was we even kijken. Maar eerlijk, je hebt wel echt. Je hebt je denk ik vier. Ja, helemaal. En hoe? Als een monstertje. Als een monster. Maar nu is het jouw van Luke. Kan ik hem draaien? Zo, ja.
Dit is de binnenkant van de studio. Hierboven in het lampendek zijn alle camera's verborgen. En ja, daar zijn verder de optredens. Hier zie je zo meteen een live band spelen, dus wat tof, echt drum spelen, toetsen en alles erop en eraan. Dus ja, wordt echt weer een goede show, ik ben echt benieuwd. Ik wil iets heel anders zeggen. Op jouw 32e verjaardag. 31, Luke! Okay. Superster! Nou, ik ben hier onderweg naar huis, bijna aan Zaandam. Je ziet hoe ik zit. Dit zijn Laura wou per se de ballonnen mee. Lau, die sterren is daar. Hey. Hey! Maar ja, ik ben dus net door van de halve finale. Volgende week de halve finale. Ik ben nu wel moe, want ik heb echt al wekenlang gerepeteerd. En dan morgen heb ik eigenlijk een dagje vrij, zondag weer repeteren. Ik ga naar Utopia, naar koffietijd of zo in de ochtend. Harde heel veel business, toffe dingen. Dus ik ben natuurlijk super blij, maar nu moet ik ervoor zorgen dat ik in de finale kom. En daar kunnen jullie voor zorgen, dus jullie moeten gewoon stemmen. Yes, wat moeten jullie doen? Stemmen. Volgende week, stem op Luca, jongens. 8:30, SBS6. Oké, duimpjes omhoog. Team Luca. Duimpjes omhoog. Volg die boy. En zie je volgende week. Ciao. Later.